een shield. You. Thörl Garell. 11 parfums. Iets opnemen met Bobby Bot. Gezellig. Wij zijn heel moeilijk met eten. Ik wil ervoor in therapie. Morning, welkom bij een nieuwe week. Want het is maandag en wij zijn helemaal staan in de startblokken om weg te gaan. We hebben namelijk heel leuk een shoot in Noord gestoord voor Beef Eater. Dat is een ginmerk. En dan gaan we heel leuk, daar is een roze tankstation. Daar hebben we al ooit een keer een soort vrij project geschoten, een jaar geleden. Dat overigens nooit is gepubliceerd. Maar goed. Een jaar geleden. Maar dat terzijde, daar gaan we dus weer shooten. Ons management is er ook. En fotograaf Kim. Die hebben die ook wel eens voorbij zien komen. Het is vet leuk. Het is helemaal zo pink. En ja, we hebben hier ook nog allemaal extra kleren mee. Outfits. Het is alleen, het ziet er wel dreigend uit. Alsof het zo meteen heel hard gaat regenen. Hey, heb jij sowieso dat kleine borsteltje mee? Ja. Oké. Er is geen regen voorspeld. Dus laten we hopen dat het zo blijft. Nee, voor de zekerheid. Want een bed? Ja, het gaat mij niet gebeuren dat ik straks... Oh my god. Ja. Dat ik te hoofd aankom. Oh nee, ja, ik neem ook een bed mee. We gaan op de scooter. En ik ga rijden. Meestal rijdt Fiet. Altijd. Eigenlijk altijd. Want het is ook haar scooter. Maar Fiet heeft heel erg pijn. Dat heb je toch al verteld, of niet? Ja. Ja, dus... ja, in de vorige vlog. In de vorige vlog. Ik heb ontstoken klieren. Ontstoken klieren. Onder een bak en pijn doet. Dus ik ga rijden. We zijn gearriveerd. Nu kan je het niet goed zien hoe vet het is. Aan de overkant moeten we het eigenlijk even filmen. Dan zie je hoe tof deze tanker is. Maar dit wordt de locatie. Nou, we hebben inmiddels een outfit aan. We hadden allemaal kleren meegenomen. Ik heb dit aan. Deze leuke kimono van Monkey. En dan een t-shirtje van Eentje. Van de Zara volgens mij. Leuk is deze. Oh, ja. Spijt dat ik het niet heb gekocht. Was het allemaal nog gelukt? Kan je alsnog doen. Ja, en dan Levi's shortje en gramme villa's. En ja, je hebt dit aan uiteindelijk. Helemaal leuk. Cool en echt? Behalve dit dingetje is van... Intimissimi. Intimissimi. En we gaan even kijken wat leuk is voor de foto. Daar heb je allemaal leuke plekjes en zo. Dus wordt helemaal gezellig. We zijn even brillen aan het passen. Voor bij de shoot. Wat vinden jullie van deze bril? Die vind ik ook best wel tof staan hoor. Niet als je hem zeg maar zo doet. Doe hem eens gewoon normaal. Ja, lijkt nu net een soort van... You. Oakley surfdude. Ik vind deze vetter, denk ik. Mag eens kijken? Ja. Naar die zonnebril. Zo hippie. Het is wel echt met die kimono er ook bij. Ja. Het is wel echt, het is wel echt helemaal festival aan, dit. Ja, het zijn echt wel fucking leuke foto's geworden. Het gaat trouwens om deze heerlijke gin. Echt heel lekker, want ik heb net gewoon stiekem een slok genomen. Ik ook. Tijdens het shooten. Ziek chill. Met aardbeien. Ik heb ook stiekem een slokje genomen op een lege maag. Joehoe. Wij zijn weer thuis en ik ga oud van de honger. Fiet heeft net een broodje gegeten bij de Tromp, had ze dat gehaald. En wij zijn, of ik ben ook naar Salad in the City gegaan. Ik heb even een broodje gehaald. Of een broodje. Zie, ik kan niet eens meer praten. Niet eens meer nadenken. Ik heb gewoon voor het laatst gegeten vanochtend. En ik kan je vertellen. Daar ga ik niet heel lekker op. Als ik niet eet. Ik denk dat sommigen dat wel herkennen. Maar dan ben ik gewoon geen mens. Ik kan niet meer functioneren. Ik word chagrijnig. Maar dit is zo'n zieke salade. Oh. Niet normaal. Ook met dit. Weet je wat het is? Dat gele. Waarom is het altijd blur? Ik moet opschieten. Yay, ik ben er weer. Ik moet opschieten, want ik ga nu naar soap mijn nagels laten doen. Ik heb niet welke kleur. Dat ga ik zo bepalen. Ik ben zo blij met mijn nagels. Ik ben voor een nieuwe kleur gegaan. Hopelessly Devoted to OPI heet hij. En ik vind hem zo mooi. Love it. Good morning. Wij hebben nu een lunch met Parfumado. Bij de Thörl Garell. En super leuk, want Parfumado is een abonnement op parfum. En dat is een nieuw. En dat is heel, ja, lijkt mij heel handig. En die organiseren dus een lunch. Hey, ben jij klaar? Nou, ik dacht eigenlijk dat het 12:30 was. Ja. Maar het is, en daarna gaan we ook iets heel leuks doen. Want dan gaan we namelijk iets opnemen met Bobby Bot voor haar kanaal. Krijg de Kleren. Dat hebben jullie misschien wel voorbij zien komen als je haar kent. En dat gaan we vandaag ook opnemen met haar. Dus het wordt een hele enerverende dag. Met mijn klieren gaat het wel iets beter. Want ik ben aan de antibiotica. En ik heb het gevoel dat dat heel erg helpt. Dus dat is heel fijn. Dus ik heb het gevoel dat ze langzaam aan het weg zijn. Gaan het wow. Aan het weg zijn? Aan het weg zijn. Dus ja, dat is heel fijn. Maar ik ben nog steeds wel aan de paracetamol. Want dit is ongeveer wat ik kan. En hoger kan ik die arm niet houden. Dus. Wat je nu allemaal krijgt is een klein beetje als een voorgerecht op tafel gezet. Je moet zelf het initiatief nemen om wat te pakken. En als het op is, dan wordt het aangevuld. Even een selfie maken voor Insta-story. Dan gaan wij even kijken hoe jij dat doet. Het moeten verdrietige selfies zijn, want ik ga aankondigen dat er geen bro-cycle lessen van mij zijn deze week door die ontstoken kleren. Is dit sad genoeg? Heb je ontstoken klieren dan in je poes? Dat je zo nee! Je onder mijn armen. Met ja, mijn vind ik wel sad. Is niks aan de hand. Jongens, laten we dat even duidelijk zijn. We hebben zo een leuke lunch gehad. Nee, niet normaal. Het was zo goed geregeld. Want we hebben wel vaker natuurlijk events. En dit was echt mega goed. Dat eten en oh, het was gewoon zo gezellig ook. En leuke aankleding. Dus we hebben ook een hele goodie bag gekregen. Die ga ik nu even unboxen. Woe, daar ben ik. Nou, sowieso vind ik het gewoon een top concept. Ik zal het even laten zien sowieso. Dit is dus het flesje van Parfumado. En als je dus een abonnement erop neemt van €15 per maand, kan je dus elke maand uit 350 parfums kiezen welke je wil. En het leuke is, daarom ben ik er ook zo'n fan van, dat ze echt allemaal hele exclusieve parfums hebben die je bijvoorbeeld alleen kan kopen bij Skins Cosmetics. En ja, bij Skins betaal je dan natuurlijk gewoon een volle fles. Maar hiermee kan je het dus gewoon elke keer uitproberen. Elke maand een andere. Dus ja, ik vind het gewoon, ik geloof er zo erg in. Ik denk ook dat dat bedrijf gewoon huge gaat worden. Het is gewoon een heel goed concept. Maar laten we eens even kijken wat er in de goodie bag zit. Allereerst een pet. Aspect. Fiet, wil je niet meekijken? Ja! Daarnaast het blad. De quote. Mijn lievelings. Je lievelings. Oh. Nog eentje. En, oh my god. Ik ga even tellen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 8. 9. Plus deze 10. 11 parfums van Parfumado. Hoe chill. Holy fuck. Hoe relaxed deze stash. En dit zijn allemaal zieke geuren. Ziek. Ik heb er echt nu denk ik 10 op mezelf. Ja, ik ook. Wij komen straks bij Bobby aan. Als een soort wandelende Douglas en Skims. Een kaartje van Thrill Grill. Oh my god, hoe leuk. Namens Robert bieden wij je €25 aan om nog een keer bij de Thrill Grill te eten. Thörl. Jij bent zo iemand die gewoon TH niet kan uitspreken. Hoe zeg jij dan? Thriller. Jij doet helemaal thriller. Like American people. Nou, hoe chill is dit? Gaan we een lekker burger eten daar. Love it. In die vet is ook wel lachen. Er staat achterop, staat er nothing like us. Yeah bitch. Dan hebben we 2 hele leuke Polaroids. Die hebben we namelijk net gemaakt met Robin Hammersteen. Helemaal gezellig. Intens knap, vind ik haar. En verder hebben we nog snoep. Doekjes. Snoep. We hebben snoep. En dat was het. Nou, we zijn wel echt verwend. Jezus. Ja, ik was de pizza. We zijn aangekomen bij Bobby. Ja, gezellig. En we gaan iets heel leuks opnemen. Ja, we hebben voor elkaar geshopt. Ja. Voor dus jouw programmaatje Krijg de Kleren. Ja, zeker. Ja, ik heb een programmaatje op mijn eigen YouTube kanaal, Krijg de Kleren. En ja, daarin shop ik dan voor mijn gast en mijn gast voor mij. En nu komen jullie. Ja, ja. Het is de eerste keer dat er 2 meiden tegelijk komen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik vind jullie stijl allebei heel leuk, maar jullie hebben allebei een totaal andere stijl. Ja, we zijn nu toevallig ook wel heel anders. Heel anders, kijk maar. Ja, ik heb serieus wel echt fashion inspiratie bij jullie opgedaan. Want ik ben de hele week natuurlijk op jullie Instagram zitten kijken. Ja, echt heel erg. En ik heb heel veel inspiratie bij opgedaan. Oh, wat goed. Ja. Ik ben ook heel benieuwd wat jij zo meteen gaat zeggen, wat jij denkt dan wat onze stijl is. Ja, wij zijn toch wel anders, denk ik. Ja. Ik het ook wel. Ik ben ook zo benieuwd wat iedereen voor elkaar heeft uitgezocht. Ja. We gaan beginnen. Ja. Nou, dat was hem alweer. De draaidag zit erop. Dat was zo leuk. Ja. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Ja, ik ook. Ja, maar dat komt echt omdat ik gewoon, nou ja, de hele week op jullie en alleen maar jullie stijl heb opgevolgd. Dat ik echt dacht, oh yes, eindelijk, ik zie ze of zo. Yes. Het is heel stom. Ja. Maar dan had ik gewoon de hele week, ben ik gewoon met jullie bezig geweest, omdat ik voor jullie geshopt heb. Ja. Nee, ik vond het vet leuk. Oh, ik ben helemaal echt ook allemaal leuke outfits. Gewoon helemaal summer ready. Inderdaad. Ja. Nee, dankjewel dat we te gast mochten zijn. Graag gedaan, meisjes. Graag gedaan. Nou, we zitten heerlijk op ons grasveldje. Met krijzende kinderen. Maar wel een hele lekkere salade van Tlalala. En nog even het laatste zonnetje meepakken. Het draaien met Bobby was vet leuk, heel gezellig. Wordt denk ik wel echt een leuk item. Ja. Dus we laten jullie wel even weten tot die, tegen die tijd dat die live is. En voor nu, eet smakelijk. Heerlijk. Ja. Het is zo grappig als je zeg maar gewoon als ik dan bijvoorbeeld tegen wie zeg ben je klaar, kom, ga naar buiten. Ja. Als een soort vlotte man. Maar dit klinkt niet grappig, maar daar moeten wij, dat is onze humor. Eeuw. Ik vind dit wel dubieus. Een Japans ei heette dit. Denk je dat het eng is? Wij zijn heel moeilijk met eten. Het is een bruin ei. Tenminste, we zijn niet moeilijk met eten, maar... Nee. Oh, die tofu is lekker. Oké, maar even onderbouwen. We zijn zeg maar niet moeilijk met eten, maar wel met vlees en eieren. Of het wel goed is. We zijn altijd bang dat het niet meer goed is en dat je er ziek van wordt. Zo hebben wij altijd, als we gaan vliegen, dat we die avond van tevoren... Inderdaad. Geen vlees eten of kip of iets, alleen maar vegetarisch. Ik zou bijvoorbeeld nooit oesters gaan eten. de avond van tevoren en dat ik ga vliegen. Dat zou ik gewoon niet doen. Dan denk ik, als ik dan ziek word, nou, dan zijn de rapen gaar. Ja. Maar ja, eigenlijk is dat een soort van psychische beperking. Ja, Vita wil ervoor in therapie. Nou, ik heb het echt maar al sinds dat ik 12 ben. Maar ik heb het misschien nog wel heftiger dan jij, hoor. Nou, schat. Ik denk het niet. Maar? Ja. Lekker hoor, dit. Ik eet dat Japanse ei gewoon. Ik ook. Het is gewoon een ei van de appie. Maar bruin geverfd, alsof het Japans is. Ja, geverfd ook. Met eierverf. Een hele shiny goeiemorgen. Wij zitten bij een van onze favoriete tentjes, Gel and the Juice. Lekker te werken, te editen en mails en zo. En super leuk, want we hebben allebei een samenwerking met TreatWell. En TreatWell is een booking site met allemaal beauty salons over heel Nederland. Dus niet alleen Amsterdam. Waar je dus allerlei beautybehandelingen kan boeken. En dan krijg je gewoon al die salons te zien welke behandeling ze hebben. En nou ja, ik wil heel graag een pedicure, want mijn tenen zien er niet meer uit. Dus ik ga een pedicure straks nemen. Hoe zeg je dat? Ik heb straks een pedicure bij Lak Boutique. En volgens mij is dat wel een goede salon. En we hebben natuurlijk ook aan jullie gedacht. Dus we hebben een super leuke kortingscode. Dus check even de link in de beschrijving. En dan heb je een korting van €7 op de behandeling die je gaat boeken. Nou, ik kan hier net zo goed een tent op gaan zetten. Want... zit weer bij Gel and the Juice. En ik ben helemaal blij met mijn pedicure. Ik weet nog niet of ik het resultaat goed heb laten zien. Ik haal even één voet uit mijn schoen. Kijk nou toch eens even. Helemaal mooi verzorgd weer. Ik vond deze kleur ook echt leuk. Dus ik ben helemaal happy. Koken. En dan gaan we even de bridge kijken. Als Sebas niet aan thuis komt. Gaan we de bridge kijken? Juist. Yes. Waar wil je het opeten? Weet ik niet. Thuis is gewoon een soort sauna. Heet. Waar wil je... ja, of niet? Bij ons op het balkon. Oh, laten we op het balkon zitten. Ja. We gaan op het balkon eten. Dat is leuk. Daar om nou weer daar op het gras te gaan zitten. Al die Krijgs de scheidskinderen. Ja, alleen maar Krijgs de scheidskinderen. Ja. Dat was ik ook al vergeten. Daar word je ook niet zo in gevangen. Hoe gaat het met de vlog? Ja, hij moet uploaden, maar wifi deed het niet. Ik zie al geëxport. Ja. Wordt die leuk? Ja. Heel leuk. Voor de mensen die het niet weten, ik edit altijd de vlog en Vita edit altijd de vlog. Dus dan is het voor elkaar een verrassing wat de vlog gaat brengen. Want dat vergeet je natuurlijk allemaal. Hoe vind je mijn wenkies? Ik moet nog even posten. Ik ga maandag weer, love it, naar Fatima. Fatima. And we're back home. Ach, ik heb zoveel zin in dit eten. Kijk, soep en zieke sla. Soep, soep, soep. Ik moet echt mijn haar bijkleuren. Het lijkt wel gewoon een zwarte pet wat ik op mijn hoofd heb zitten. Ja. Ook echt, ja. Mogelijk, maar goed.